Hier ziet u de verschillende onderdelen van de Remia Satéjet. De bedieningsknoppen, uitstroomtuit, kap, aansluiting voor 230 volt, het linker- en rechterverwarmingscompartiment en de pompunit. Steek de stekker in het stopcontact. Ter indicatie dat het apparaat aanstaat, zal de LED-verlichting gaan branden. Plaats een zak satésaus in een van de twee verwarmingscompartimenten en zorg ervoor dat de connector goed in de sleuf zit. De opwarmfase start door kort op de verwarmingsknop van het desbetreffende verwarmingscompartiment te drukken. De rode LED-verlichting zal nu gaan knipperen. Het compartiment wordt pas vrijgegeven voor doseren als de temperatuur boven de wettelijk verplichte 65 graden Celsius is. Dit duurt circa 70 minuten. Als de rode LED-verlichting bij de verwarmingsknop continu brandt, is de satésaus warm. Koppel de pomp aan het desbetreffende compartiment. De dispenser is nu gereed voor gebruik. Let op, u kunt het beste pas een nieuwe zak satésaus in het compartiment hangen als u deze ook daadwerkelijk gaat verwarmen. Er zijn twee manieren van doseren. Door het indrukken van de portieknop, hiermee geeft de pomp een vast ingestelde hoeveelheid satésaus, of door het indrukken en vasthouden van de continu-knop. Hiermee doseert de satéjet continu totdat de knop wordt losgelaten. Voor het instellen van de portiegrootte moet u de volgende stappen doorlopen. Houd de portieknop een paar seconden ingedrukt tot de rode LED-verlichting begint te knipperen. Met de linkerverwarmingsknop kan de portie nu vergroot worden en met de rechterverwarmingsknop kan de portie verkleind worden. De grootte is instelbaar van 0 tot 100 gram in 20 stapjes van circa 5 gram. Houd vervolgens de portieknop ingedrukt tot de rode LED-verlichting stopt met knipperen en continu brandt. De nieuwe instelling is nu opgeslagen. Als de zak satésaus leeg is, koppelt u de pomp af. Gebruik hiervoor de ontgrendelingshendel. Na het afkoppelen zal het verwarmingscompartiment automatisch uitgeschakeld worden. U kunt de lege zak vervolgens verwijderen en het compartiment weer voorzien van een nieuwe zak satésaus. Na het indrukken van de verwarmingsknop wordt deze opgewarmd. Koppel de pomp op het gewenste compartiment. Als de rode LED-verlichting continu brandt, is de dispenser direct gereed voor gebruik. Uit hygiënisch oogpunt en om een goede werking van de satéjet te kunnen garanderen, is het noodzakelijk de satéjet regelmatig te reinigen. Maak de behuizing en verwarmingscompartimenten uitsluitend schoon met een vochtige doek en voorkom dat water in de dispenser terechtkomt. Niet afspuiten dus. Verwijder voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en laat de satéjet eerst geruime tijd afkoelen, want de verwarmingscompartimenten zijn heet. De pompdelen moeten gedemonteerd worden om deze te kunnen reinigen. Dit kan in een sopje, maar de afgenomen onderdelen kunnen eventueel ook in de vaatwasser gereinigd worden. Let op dat u nooit de volledige pompunit in de vaatwasser plaatst of onderdompelt. Deze unit bevat namelijk elektronica-onderdelen en gaat dan onherroepelijk stuk.